las pas geleden iets wat ik in ieder geval een beetje grappig vond. Is dat er, ik ben de laatste tijd wat meer geïnteresseerd in autonome computertjes. Hele kleine doosjes waarin een klein computertje zit. Eén dingetje doen. Eén dingetje doen, of eigenlijk een soort van controller kunnen zijn. Hè? Dus waar je een camera aan kan hangen en een lampje bijvoorbeeld. Ja, als er iets in beeld komt, dan gaat het lampje aan, dat soort dingen. En daar heb je wat voorbeelden van. Arduino is daar één van. Die is wat populairder omdat die wat makkelijker te programmeren is. En op die website stond dus ook een voorbeeld dat een hacker die had een voorbeeld gemaakt waar hij met een Arduino, dus zo'n klein doosje, en een plug die hij aan de Arduino had vastgemaakt, dan kon hij letterlijk alle hotelkamers ter wereld mee openen. Oh, yeah. Dat gaat dus over die kaart, over van die hotelsloten die zo'n kaartlezer hebben. Yeah. En wat blijkt dus, als je dus connectie maakt met het datakabeltje, dat is het, want die dingen die hebben een ingang om zeg maar dat slot te programmeren. En als je dus daar een datakabeltje op aansluit en je laat het lekker kletsen met je Arduino, dan is het dus heel goed mogelijk dat je dus het hoofdwachtwoord kan opvragen, onversleuteld. En dat je dus eigenlijk daarmee ook een soort van moederpas kan maken. Ja. Met je kaartschrijver, hè? Want het is gewoon een magneetstripje. En dat is gewoon prima te programmeren. Of als je een chip gebruikt, is het alleen maar een chip. Dus dan is alle veiligheid die ze hadden gedaan in het lasertje en de code die op het stripje staat of op het chipje staat, dat was allemaal dik in orde. Alleen ze konden met het interface-kabeltje konden ze eigenlijk gewoon om dat alles heen en gewoon de hotelkamer openmaken en een moederkaart konden maken. En dat deed me denken aan een aantal voorvalletjes die de laatste tijd ook naar boven zijn gekomen. Van websites waar wij diensten afnemen. Waar ze achter zijn gekomen dat die heel erg onzorgvuldig omgaan met onze data. En we hadden de vorige keren hebben wij het over sowieso het gebruik van data en het vragen van data door middel van koekjes en het bewaren van data in databases, et cetera. Maar eigenlijk het overgrote deel wat wij niet zien van websites en dienstverleners is hoe zij daarmee omgaan. Dus wat zij dan uiteindelijk doen met die data. Hoe slaan ze dat op? We moeten er maar vanuit gaan dat ze dat een beetje netjes doen. Ja, en dat ze het heel zwaar versleutelen. Ja. En dat is dus meestal niet zo. Of vaak niet zo, niet altijd. Nee, inderdaad. Het is wonderbaarlijk vaak gaat het mis. KPN was daar een mooi voorbeeld van. Wat is het in Nederland? Is het altijd de hekkende huisvrouwen die dat die erachter komen. Oh, serieus? Ja. De hekkende huisvrouwen? Oh, die ken ik nog niet. Ja, die publiceren altijd in ieder geval als nu.nl een scoop heeft op dat gebied, dan zijn het altijd de hekkende huisvrouwen die bericht geven. Ja. Oh, nice. Ja. En is dat letterlijk dat? Zeg maar, huisvrouwen die thuis met... Dat mag je zelf bedenken. ...enorme mainframes aan het aanvallen zijn of zo. Dat zeiden ze zelf laatst iets van... Het is maar goed dat al die websites zo onveilig zijn, anders moest ik breien, zo. Oh ja, nee, inderdaad, dat is... Ja, het is goed dat soort mensen er zijn die kritische blikken op werken. Ja, en die ook geen slechte... Kijk, er zijn naast elke goede hacker die dus dit soort lekken openbaart en vertelt wat eraan gedaan moet worden, zijn er natuurlijk ook heel veel schimmige hackers die data verkopen. Ja. Ja, want het is een enorme handel, hè? Als noem eens wat... Een heleboel, al was het maar namen en e-mailadressen. En als je nog een huisnummer hebt of een creditcardnummer, dan ben je helemaal compleet. Ja. Dat heeft heel veel waarde. En dat heeft sowieso veel waarde met bedrijven waar wij sowieso gratis diensten afnemen. Die verkopen dat ook door aan andere bedrijven, zodat ze daar geld mee verdienen. Het staat in die licentie die we altijd heel snel wegklikken. Toevallig las ik er pas geleden een van de heropstart van Read Me Later of Read Later. Wat was dat leuke bedrijfje ook alweer? Vroeger kon je daar een appje downloaden. En dat heeft ook veel integratie met bijvoorbeeld
Flipboard en dat soort applicaties waar je websites bekijkt. Ja. En die heeft een doorstart meegemaakt. Dat heet nu... Dat staat me even niet bij. Iets van Go of Mobile. Echt een wat ambivalentere naam. Ja, ik zal even kijken of dat ik het kan vinden, hoor. Want ik heb het in mijn aantekeningen staan. Read It Later was het, toch? Ja, Read It Later heet het inderdaad. Nou, nee, ik heb het helaas niet in zitten. Maar in elk geval, die verkopen dus... ik heb een licentie dus doorgelezen. En die zeggen van, ja, wij delen dat dus met derden. En daar verdienen wij... Of dus ze zetten er niet bij dat ze er geld mee verdienen. Maar ja, dat is dus heel waardevol. Want die bedrijven die daar dan mee aan de haal gaan... Die denken van, nou, dan hebben wij statistieken of gedrag of, ja. Of nog erger. Dan hebben we een target audience waar wij mails naar kunnen sturen. Of op een andere manier interactie mee aan kunnen gaan. Ja, via banners of wat ook. Ja. Ja. Het is een rare business. Ja, nou, het doet mij gewoon telkens... Is het weer een soort van opnieuw wake-up call van... Wees voorzichtig met de data. Ook als je... bedrijven vertrouwd omdat zij bijvoorbeeld geld vragen om een product. En een paar wasstraten geleden hadden we het daarover over het verdienmodel van diverse diensten. En we merken dus dat mensen... Zelfs dat is niet helemaal betrouwbaar. Nee, mensen kunnen hun gedachten veranderen van, oh nee, we willen toch verkopen. Je hebt de Sparrow.